De Boekenweek wordt vanavond in Amsterdam ingeluid met de 83ste boekenbal. Na een uitstapje naar Paradiso weer terug in de vertrouwde stad Schouwburg, het Leidseplein. Het is inmiddels traditie dat de avond van het boekenbal hier wordt afgetrapt met de bel van het bal. Aan tafel 4 schrijfsters op weg naar de stad Schouwburg. Helene van Rooyen, dat is inmiddels traditie zoals ik zei. En 3 succesvol debuterende vrouwen in 2018. Marieke Lucas-Reineveld, Laura van der Haar en Herien Wensink. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Voor wie is dit de eerste bal? Ja, de eerste keer, ja. Eerste keer? Ja, eerste bal zelfs. Ik ben nog nooit naar een bal geweest. Nog nooit naar een bal geweest? Nee, ik weet niet hoe dat is gekomen, maar ik ben nog nooit geweest. Dus ik vind het eigenlijk doodeng. Ja, nou, je ziet er prachtig uit. Dank je wel. Jij bent de routinier. Wij plagen je altijd even met een foto van het, geloof ik, het eerste bal. Het wordt laat. Oh, ja. En je kan, op een gegeven moment moet je naar huis en dat kan op vele manieren. Er is niet veel veranderd, hè? Nee. Zo, ja. Zo ga ik altijd naar huis. Ja. Was eigenlijk mijn tweede bal, maar... Was dit je tweede bal? Dat mag niemand weten. Ja, want mijn eerste bal was ik nog niet gedebuteerd. Dus toen was net ervoor. Dus toen liep ik in een soort belachelijk topje en een spijkerboek... en liep ik tegen iedereen te zeggen... ja, ik word heel beroemd, let maar op. En niemand geloofde dat. En een jaar later was het zover. En toen was de gelukkige huishouw, kwam toen uit. Ja, dat was wel heel gaaf. Wat heb je? Is dat een hele bijzondere jurk? Ja, ik vind het best een bijzondere jurk. Nee, het is een bijzondere jurk. Laat ik het, sorry, even iets anders. Ja. Even opnieuw. Even opnieuw. Wat, wat een bijzondere jurk. Ja. Speciaal voor vanavond laten maken? Ja, zeker, zeker. Tubino. Tubino, dat is een kokerrok eigenlijk allemaal voor zakenvrouwen. Dat is een heel leuk merk. Mm. En die hebben speciaal voor vanavond een mooie, lange... Ja, baljurk gemaakt. Ja, mooi, prachtig.